Всем привет-привет! Вот новое видео, и посвящено оно в этот раз будет описанию обстановки в доме. Для вашего удобства слайды дублируются на двух языках. То есть сначала вы увидите слайд на нидерландском языке, а через какое-то время на русском. Присаживайтесь поудобнее и готовьтесь немножечко послушать и почитать новые тексты. Hallo, ik ben Aina en dit is het huis waar ik woon. Hier zien jullie mijn woonkamer. Hij is groot en er valt veel licht binnen. In het midden van de kamer staat een lichtblauwe sofa. Op de sofa liggen twee kussens. Het ene kussen is beige en het andere is rood met witte streepjes. Naast deze sofa staat een grote pot met een plant erin. Voor de sofa staat een houten salontafel waarop een mandje met fruit en twee vazen staan. Er liggen ook twee mandarijnen naast de tweede vaas. Links van de sofa bevindt zich een tafel. Op de tafel staat een kruik met een glas. Achter de tafel zie je een grote kast met veel boeken in en aan de muur hangen er nog leuke posters. En hier is mijn gezellige slaapkamer, waar er natuurlijk een groot en zacht bed staat. Nu slaapt mijn kat erop. Zijn naam is Goose en hij is een pure genieter. Onder hem ligt een groen gestreept dekentje. Links voor het bed staat een nachtkastje. Hierop staan een kaars en een parfumflesje. Rechts van het bed staat een stoel met een groene plant. Achter het bed kan je een groot en breed raam vinden met het uitzicht op de tuin. Aan het plafond zie je ook nog leuke lichtjes en plantjes hangen. Dit is de werkkamer waarin je natuurlijk een bureautafel vindt. Er staat een computer op en achter de computer staat een plant. Boven de computer hangen twee schilderijen. Er hangt ook een lage plank aan de muur waarop mappen en boeken liggen. Rechts in de hoek bevindt zich een lichtblauwe fauteuil of zetel. Tussen het bureau en de fauteuil of zetel staat een klein salontafeltje. Dat is onze keuken. Hij is niet zo groot, daarom brengen we er niet zoveel tijd door. Zoals in elke keuken kan je er een koelkast of een frigo,
een eettafel met 4 stoelen en een fornuis vinden. Hier zie je een groot aanrecht. Links staan er verschillende potjes op. Tussen de potjes en de kop ligt een gele handdoek. Rechts zie je een gootsteen met 2 afspoelbakken. Boven het aanrecht hangt een lange houten plank. De badkamer bevindt zich op de eerste verdieping. Juist in het midden staat een ligbad. Hier kan je een bad, maar ook een douche nemen. Achter het bad staat een kastje voor shampoo en gels. Op de kast staat een groene plant met veel bladeren. Links van het bad kan je een wastafel vinden met een spiegel erboven. Onder de wastafel liggen schone handdoeken. Dat is onze tuin. Het is het lievelingsplekje van onze kat. Hier kan hij dagen en nachten spelen en op vogeltjes jagen. Er groeien 2 oude bomen waar Goose graag in slaapt. Tussen die bomen hangt een oranje hangmat. Rechts van de bomen staat een tafel met een barbecue, maar dat zien we niet op de tekening. Links van de bomen is een schuur met veel spullen die we eigenlijk niet echt nodig hebben. We stapelen daar oude spullen en het is ook het favoriete plekje van spinnen. Ze hangen er overal.